Hier staat leven vast stil. Hè. Ah, dan gestalt niet wat je wilt. Slachtoffers die blijven maar bovenkomen in hun hersenen. Ik zie er misschien sterk uit, maar van binnen is een mens kapot. En die verloren tijd houden nooit niet meer in. Een van de 12 gevangenen die anoniem getuigen in die documentaire heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Je wil liever anoniem blijven, wat ik uiteraard begrijp, maar toch heel knap dat je even aan de lijn wil komen. Ja, geen probleem, meneer. Oké, hoe moet ik me die begeleiding van VZW Touché eigenlijk voorstellen? Hoe gaat dat precies in zijn werk? Dat is lessen leren. We omgaan met onze frustraties, met onze agressie, zodat we ons probleem kunnen verzetten en onze rust kunnen vinden. Ja. Waarom vond jij eigenlijk dat je dat nodig had, zo'n agressiebegeleiding? Ik had een probleem met mijn frustraties. Ik kost mijn frustraties onder controle houden. Ik heb er problemen mee gehad met mijn agressiegedrag. En ik wou dat dat ophoudt. En ik volg dat nu al 4-5 jaar. Dat is een beetje lang. Maar er zijn jongens die dat meer nodig hebben. Zoals ik bijvoorbeeld. En ik heb geen problemen meer. Mm-hmm. En ik wil dat dat zo blijft. Hè. Ja, jij hebt echt het gevoel dat je geholpen bent. Dat je echt, als het ware genezen bent een beetje van je agressieprobleem. Of hoe werkt dat? Ik ga je zeggen, meneer, de pure waarheid, die mensen die verrichten wonderen. Ik heb nooit gedacht dat er zo'n mensen bestonden. Daarom dat heeft het geduurd tot mijn 28e, 27e leeftijd. Dat is echt ongelooflijk dat die echt goed werk verrichten. Dat is heel mooi om te horen. De documentaire die heette Binnen Inzicht. Tot welke inzichten ben jij gekomen door dat begeleidingstraject te volgen? Ik ben tot inzicht gekomen dat elke mens heeft agressie. Maar je moet iets gebruiken in goede dingen. Om meer te sporten of iets anders te doen, te fitnessen of te tekenen of te studeren bijvoorbeeld. Je kunt er alles mee doen met je agressie zonder dat je er iemand anders mee lastigvalt. Ja, je zoekt een andere manier om je agressie eigenlijk bot te vieren. Dat is het ook een deel, hè? Een beetje kanaliseren naar iets positiefs. Ja, natuurlijk. Jij bent agressief, jij hebt dat, elke mens heeft dat. Dan moet je er iets positiefs mee doen op die ogenblik. Dat je tegen de deur wilt schotten bijvoorbeeld, of een glas wilt kapot smijten, of ruzie gaan maken met iemand. Dan moet je er iets anders mee gaan doen op die moment. Moet ik me dat soms echt ook zo concreet voorstellen? Je voelt die woede en agressie komen en dan denk je, goh, nu moet ik eigenlijk bijvoorbeeld, wat naar de fitness om wat af te reageren. Ja, eigenlijk is dat echt zo. Maar voordat je de lessen hebt gevolgd, weet je dan in de mens die niet weet van hoe dat lichaam in elkaar zit, kan dat niet weten. Mm-hmm. Dat hij agressief is aan het worden, dat hij met iets anders moet gaan beginnen doen voordat hij bijvoorbeeld zijn glas kapot gaat maken. Begrijp je? Mm-hmm. Ja, helemaal. We leren ook dat je dat aan ver ziet afkomen als er een probleem is of zo. Je voelt je slecht, je leert je lichaam kennen daar ook. Dus je beseft dingen op voorhand. Dat ga je niet wisten als je niet naar de lessen zijn geweest. Ja. Zeg, sinds juni mag jij de gevangenis ook af en toe een paar uur verlaten. Hoe voelt het om weer buiten te komen? Het voelt heel goed, meneer. Beter dan in de gevangenis te blijven zitten. Het voelt goed. Ja, dat begrijp ik. Zeg, je hebt de documentaire Binnen Inzicht zelf ook al gezien. Hè? Wat vond je ervan? Ik vond het een interessante documentaire. Dat is eigenlijk voor jongeren te helpen, zodat die niet in de voetstappen treden van ons. Ja, dus je hoopt dat als jongeren deze documentaire zien, dat ze ook ervan overtuigd raken om op het rechte pad te blijven. Dat is onze bedoeling. Denk je dat dat een begin is? Misschien moet er nog meer komen. We zijn ons best aan het doen om die jongeren ook te helpen. Want uiteindelijk waren we ook allemaal jongeren. Alleen we zijn bezig om proberen die mensen op tijd te helpen, zodat het niet te laat gaat zijn. Ja, dat begrijp ik. En daarbij gaat deze documentaire inderdaad hopelijk ook helpen. De documentaire Binnen Inzicht gaat vanavond dus in première in Cinema Sphinx in Gent. Hey, bedankt dat we jou mochten bellen. Hè. Dat is geen probleem, meneer. En veel succes nog met de begeleiding. Dank je wel, maar ik hoop dat wij kunnen antwoorden op uw vragen. Heel erg. Je hebt dat heel goed gedaan en ik ben je daar heel erg dankbaar voor, echt waar. Vriendelijk bedankt, meneer. Geen probleem. Veel succes. Goeiedag nog. Hè. Ja, en tot later, hè. Tot later, dankjewel. Dag. Studio Brussel.